Robin, de voormalige partner van Gabi Blazer en vader van hun dochtertje Isabella, schijnt volgens Yvonne Koldeweijer juridische stappen te overwegen in verband met zijn beperkte toegang tot hun kind. Koldeweyer deelde dit nieuws op haar YouTube-kanaal en meldde dat Robin beweert dat hij en Gabi on-speaking terms uit elkaar zijn gegaan. Echter, zodra Gabi verhuisde naar Amsterdam, zou ze hem de toegang tot hun kind hebben ontzegd. Tijdens hun relatie deelden Robin en Gabi een huis in Maastricht. Nu Gabi in Amsterdam woont. Moet Robin wekelijks naar de hoofdstad reizen om zijn dochter te zien? Opmerkelijk is dat Gabi altijd aanwezig is wanneer Robin op bezoek komt, samen met haar ouders. Onder het toeziend oog van iedereen krijgt hij de kans om met zijn dochter in de woonkamer te spelen. Robin zou echter graag zijn dochter mee naar huis willen nemen, naar de plek waar ze samen hebben gewoond. Volgens Gabi zou dit echter niet goed zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Het wordt nog complexer wanneer Gabi op reis is. Zelfs als hun dochter bij de grootouders van Gabi is, schijnt Robin niet langs te mogen komen. Deze situatie heeft Robin zo geraakt dat hij het aan veel van zijn klanten heeft verteld. Ondanks zijn verlangen om juridische stappen te ondernemen, twijfelt hij vanwege zijn drukke agenda en de blijdschap dat hij zijn dochter op vrije momenten kan zien. Een paar maanden geleden maakte Gabi bekend dat zij en Robin uit elkaar zijn. Ze deelde op Instagram: Vandaag deel ik met jullie dat ik vijf maanden geleden de oneindige liefde van het moederschap heb mogen ervaren, en het vervult me met trots. Het is een buitengewoon gevoel dat alleen maar sterker wordt. De vader van mijn dochter en ik hebben echter besloten om aparte wegen in te slaan. We vragen om respect voor onze privacy tijdens deze persoonlijke overgang.